Heemskerk is uitgeroepen tot het leukste dorp van Noord-Holland. Wat vind je ervan? Ik vind het een grote eer en ik weet ook zeker dat Heemskerk zo'n plaats verdient en zo'n prijs. Vanwege de publiek, de bewoners, het aanbod van cafés en restaurants, de gezelligheid, de winkels natuurlijk. Het is een leuke prijs die wij, waar we heel trots op zijn, absoluut. Ik vind het een hele goede keuze, want het is een heel gezellig dorp en je kan er heel fijn winkelen. Nou, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Het is ook een onwijs leuk dorp. We hebben van alles en nog wat. En lekker dicht bij het strand. In Amsterdam zit je ook binnen 20 minuten, dus wat wil je nog meer? Leuk? Nou, leuk te horen. Prima. Het is ook een leuk dorp, dus toppie. Dus het is terecht volgens u? Ja, volgens mij wel. Ja. Zeker. Ik woon hier al jaren, dus kom hier graag. Woon hier leuk en leuk centrum. Helemaal top. Wat zijn volgens u de leukste plekjes in Heemskerk? Dat is toch wel het dorpscentrum hier, met leuke winkeltjes en leuke terrasjes, waar je lekker in het zonnetje en kan genieten van een borreltje. Absoluut Jack's Café, dat is een hele mooie plek hier in Heemskerk. Lekker op het terras, het strand, de duinen, van alles. De mensen zijn gastvrij, tuinersgebied niet te vergeten, de bloementeelt, noem maar op. Rond de kerk, het centrum, de spuit, Ruisdaal voor, het terras. Ja, eigenlijk de hele kring wel, het hele centrum eigenlijk wel. De onthulling of de bekendmaking van Heemskerk als leukste dorp van Noord-Holland was hier. Hoe was dat? Dat was gezellig, het was vroeg. Om 7:30 was Lex hier, de sidekick van Giel van 3FM. We hadden een live verbinding, er was een koor die was aan het optreden. Dus het was ook leuk met z'n allen, de samenhang. Dan merk je toch weer dat het wel weer op Heemskerks gaat, ons kent ons.